Nehelenia is een godin van de zee. Ik sta hier in Domburg op de hoogste duin. Domburg heet Domburg omdat het de ringwalburcht heeft. En ze hebben hier wel een cirkel gemaakt. Maar ze zeggen niks over Nehelenia. Misschien zeggen ze niks omdat zij iets doet wat wij niet zo goed kennen. Zij kijkt over zee en zij schouwt. Zij mijmert en zij kijkt. Met haar zittende aanwezig of staande aanwezigheid denk ik dat zij mediteert en met haar gedachten de schepen veilig naar huis brengt. Zij wacht. Zij waakt. Zij zorgt voor een veilige overtocht. Misschien is zij wel zowel vroedvrouw als vrouwen die mensen helpt om te sterven. Zij kent het schemergebied. Niet voor niks heeft ze een hond naast haar staan. Als zij in een veel te diepe meditatie zit, zal de hond blaffen om haar te waken dat ze op tijd terugkomt uit haar gedachtenstroom. Deze kunst van alleen maar zijn, schouwen en waken is iets wat oudsher bij vrouwen hoort. Graag wil ik meer daarvan weten. Van het wachten, waken en schouwen. Die stille vermogen van niets doen. En ondertussen zeeën van tijd, zeeën van stilte waarborgen. Zodat iedereen die daar zich in bevindt, de roep kan horen naar zijn unieke bestemming. Ik ben Anneke Wittemans van www.beweegreden.org. Ik dans om te kunnen horen de oorspronkelijke roep van ieder individu. En Nehelenia wijst me de weg. Hier in Domburg, waar in 1650 de eerste 12 altaren aanspoelden van deze Keltische Romeinse afbeelding. 300 zijn er uit de Schelde gevist. Dat is toch heel wat. Dus die kwaliteit van de stilte, die hoort hier thuis.